Een hele goede middag, welkom. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag zijn we aan het Overwinningsplein. We gaan kijken bij nummer 105, gelegen op de derde verdieping van de pand hier achter mij. Allereerst over het Overwinningsplein. Het is een leuk plein gelegen in Groningen. Met, zoals jullie al hebben gezien, een hoop winkels. Dus eigenlijk alles wat je nodig bent is hier op het plein te vinden. Ook alle uitvalswegen zijn op een goede afstand. Dus de 28 is makkelijk te bereiken. We gaan even kijken bij het appartement, zoals je met me meelopen. Voordat we verder gaan met de video, controleer of u al geabonneerd bent op dit YouTube-kanaal, uw notificaties aan heeft staan, zodat u een melding ontvangt bij een nieuwe upload. Bij interesse van een van de panden, ga naar onze website, selecteer Groningen, zoek de advertentie naar wens en laat kosteloos uw gegevens achter via de website. Nou, we zijn op de derde etage aangekomen, zoals ik al had vermeld. We staan nu op de achterzijde van het pand. En ik hoop dat de camera het mee kan pakken. Maar we hebben hier ook al uitzicht op de Martini-toren, het Forum en daarachter nog de A-kerk. Dus zoals we al vermeld hadden, is het een best wel goede locatie. We zullen 10 minuten fietsen naar het centrum. Maar laten we even een kijkje nemen naar het appartement. Welkom aan het Overwinningsplein 105. Achter deze deur is de intercom gelegen, wat natuurlijk wel erg prettig is. Aan deze zijde zit de keuken. Hier achter deze deur bevindt zich de eerste slaapkamer, de garderobe, de badkamer. Maar laten we eens even een kijkje nemen in de woonkamer. En wat meteen eigenlijk wel opvalt is dat de woonkamer erg ruim is. En heel goed indeelbaar. Zo is hier ruimte voor een tv. Ik zou een eventuele eetruimte kunnen creëren. Maar daarover heb ik zometeen nog een optie voor u. En natuurlijk veel daglicht, wat natuurlijk erg prettig is. En zoals jullie kunnen zien is er uitzicht op de straat. Wat natuurlijk ook fijn is. Als jullie met me meelopen, gaan we even een kijkje nemen in de keuken. De keuken is gelegen aan de voorzijde van het appartement met hier een vaatwasser, een wasbak, een gasfornuis met een afzuigkap, een koelkast met een vriezer en natuurlijk, zoals jullie kunnen zien, genoeg ruimte voor jullie potten en pannen. En als jullie denken van er is niet genoeg ruimte, hebben we hierachter ook nog een grote provisiekast, die wel heel erg groot is. Laten we nog even een kijkje nemen in de eerste slaapkamer. Slaapkamer gelegen aan de voorzijde van het appartement. Mooi ruim. Genoeg ruimte voor een tweepersoonsbed. En ook een inbouwkast. Dan neem ik jullie nu mee naar de eerste slaapkamer. Deze slaapkamer is ook gelegen aan de voorzijde van het appartement. Een iets ruimere slaapkamer met ook weer uitzicht op de binnenplek en weer uitzicht op de stad natuurlijk. En ook deze kamer is voorzien van een inbouwkast. Dan gaan we nu even een kijkje nemen in mogelijk de derde slaapkamer, een kantorenhuis, maar ik neem jullie even mee. Dit is een bijruimte van de woonkamer. Dat is natuurlijk heel erg prettig. Zo kan dit gebruikt worden als een kantoor aan huis, maar in overleg kan hier ook een deur ingeplaatst worden, zodat het een afsluiting is tussen de woonkamer en de derde slaapkamer. Ook heeft deze kamer toegang tot het balkon. En vandaag hebben we natuurlijk het weer mee, dus hier kun je natuurlijk heerlijk zomers zitten en genieten van al wat Groningen te bieden heeft.
Dan gaan we de laatste ruimte bekijken en dat is natuurlijk de badkamer. Dus als jullie even mee meelopen. Hebben we hier de badkamer met meteen aan deze zijde het toilet. Hebben we hier een wastafel met een spiegel, een aansluiting voor een mogelijke wasmachine en of droger en een ruime inloopdouche. Dan neem ik jullie nog even mee naar de woonkamer. Nou, we hebben net het hele appartement gezien. Dus alle slaapkamers, de badkamer, de keuken en natuurlijk de ruime woonkamer. En mocht je nou geïnteresseerd zijn in deze woonruimte, kijk dan even bij ons op de website www.maxhuren.nl. Hier staat alle de beschikbaarheid van de woonruimte en alle informatie die erbij komt kijken. Laat hier een reactie achter en mogelijk tot snel bij een van onze bezichtigingen.